Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal en welkom bij weer een nieuwe adventskalender video. Deze keer die van Essence. Ik heb de Make My Heart Sparkle adventskalender gekocht. Ik heb gezien dat er twee waren, maar de tweede kon ik alleen nog vinden bij de Duitse voordeelregist. En die heet de Essence adventskalender Santa Sweet Surprise. Die kost bij de Duitse voordeelregist €39,99. En deze kalender kost €36,95 bij Boozie Shop. Ik ben heel benieuwd. Ik heb bij beide niet gekeken wat erin zit. Na deze video ga ik natuurlijk even kijken wat er in de andere zat. Want ik ga ze niet allebei kopen. Dat gaat me echt te ver. Maar ik ben wel heel benieuwd welke er nou eigenlijk beter is. Want ja, voor hetzelfde geld is die andere wel iets duurder. Maar zitten er gewoon betere producten in? Maar dat weet ik dus niet. Voor nu gaan we in ieder geval deze uitpakken. Ik heb voor jullie gisteren, denk ik. Misschien eergisteren. Maar goed, toen heb ik de Catrice adventskalender uitgepakt. Die viel mij iets wat tegen. Nou was die ook €45. Deze is 37. Dat scheelt €8. Dus ik ben heel benieuwd welke ik beter ga vinden. Van deze ga ik er wel vanuit dat die iets meer gericht is op de jonge meiden. Dat is wel wat ik gewend ben van de Essence adventskalenders. Dat is dus ook de blik waarmee ik er naar kijk. Maar goed, voor nu, ik ben gewoon heel benieuwd. We gaan hem lekker uitpakken. Laten we gauw gaan beginnen. Aan het einde van alle adventskalendervideo's ga ik uiteraard weer een winactie houden. Mocht je daar nou kans op willen maken, moet je 3 dingen doen. Je moet geabonneerd zijn op mijn kanaal. Je moet al mijn adventskalendervideo's even liken. En je moet af en toe een leuke reactie achterlaten, zodat ik weet dat je ook daadwerkelijk kijkt. En nu gaan we deze openmaken. Vakje 1. En daar hebben wij een PH Reacting Lip Glow. Met hele hysterische glitters. Weet je wie dit fantastisch gaat vinden? Jullie raden het al, hè? Mijn dochter. Die gaat dit geweldig vinden. Ik denk dat ik hem lekker aan haar ga geven. Of zal ik hem zelf gebruiken? Nee, ik denk hem lekker aan haar gegeven. Ik vind hem wel leuk. Niet erg. Dan hebben we hier vakje 2. En dit is een creamy eyeliner. Oh, wacht. Er zit aan de ene kant een kwastje en aan de andere kant kan je er ook afdraaien. En hier zit dan het product in. Huh. Grappig. Dat is weer eens wat anders dan een gewone standaard eyeliner. Dus ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Een creamy eyeliner. Dan hebben we hier pakje 3. Daar zit denk ik een kwastje in. Jazeker. Een plat oogschaduwkwastje. Met een paars handvatje. Een klein kwastje. En je zeker als je deze kalender koopt als je net met make-up begint. En ik denk dat die daar echt gewoon heel goed voor is. Tenminste, daar is die altijd heel goed voor. Dan heb je ook kwastjes nodig. Dus dan vind ik het niet zo heel erg dat er af en toe zo'n soort kwastje in zit. En dit zou echt zo'n kalender kunnen zijn. Die zou ik voor mijn dochter kopen als ze 14 is of zo. Vakje 4. Als mijn man dat dan ook goed gaat vinden. Die vindt het maar niks dat ze make-up wil dragen. Even kijken, hier hebben wij een Silky Eyeshadow Topper. Leuke verpakking. En dan een mooi, ja, vrij neutraal kleurtje. Mooi, mooi kleurtje. Ja hoor, leuk. Dan hebben we hier vakje 5. En dit is gewoon een nagellakje. In een vind ik niet zo mooie kleur. Nee, ik geloof niet dat ik helemaal begrijp waarom je witte nagellak op zou doen. Nou zit er wel een soort van parelmoerglans in, dus dat vind ik dan wel weer gaaf. Maar nee, nee, niet mijn kleur. Maybelline die had ook zo'n witte gekleurde in. Weet je waar het mij een beetje aan doet denken? Toen ik een jaar of 14 was, ja dat is lang geleden, toen hadden wij nog Tipex op school, want wij werkten nog niet met laptops. En dan zat ik altijd in de les mijn nagels te lakken met Tipex. Dat is een beetje de vibe die ik ervan krijg. Niet helemaal mijn ding, geloof ik. We gaan naar vakje 6. Overigens vind ik het niet erg dat er een nagellak in zit. Het is alleen gewoon niet mijn kleur. Dit is een PH Reacting Blush Stick. Dat is weer helemaal hip, hè? Krijg je dan uiteindelijk ook een beetje zo'n paarsige kleur? Daar ben ik dan weer nieuwsgierig naar. Ja, het is gewoon die PH Reacting dingen. En vooral blush sticks is gewoon niet mijn ding.
Nee, ik heb ook nu net de nieuwe Essence collectie getest. De nieuwe herfst-winter update. Toch? Van Essence of van Catrice? Welke hadden nou die watermeloen blusher in zitten? Nee, Essence. En dat is ook zo'n pH reacting ding. Het is het voor mij gewoon niet. Maar goed, het is weer helemaal hip volgens mij. Ik zie het overal voorbij komen. Dus fair enough, Essence gaat wel gewoon lekker mee met de trend. Ook in de adventskalender. Dan gaan we naar vakje 7. Staat er trouwens ook gewoon op natuurlijk. Een lash separator. Dan kan je je wimpers... Dan kan je je wimpers doorkammen. Dat is het idee. Als je wimpers dan een beetje aan elkaar kleven. Doordat je mascara te clumpy is. Kijk. En nu zijn ze dan wat beter gesepareerd. Mijn eerste reactie was, nee. Anderzijds, ja, ik zie voordelen. Ik test nog wel eens mascara's waarvan ik uiteindelijk denk, wat is dit? En dan ontzettende spinnenpoten krijg, die ik echt niet mooi vind. Ja, dan kan dit wel handig zijn. Oké, misschien vind ik dit minder erg dan dat ik dacht. Een lash separator. Zo'n ding waarvan je nooit wist dat je het nodig had totdat je het had, toch? Dan gaan we naar vakje 8. Oh, dat is zo'n jumbo stick. Zo'n eyelighting pen. Wel een hele mooie kleur. En dat kan je dan zo in de binnenste ooghoek. En dan heb je gewoon vrij simpel een highlightertje. Ja, ik gebruik daar gewoon mijn highlighter voor. En als ik geen kwastje heb, dan pak ik gewoon even mijn pink. Dan doe ik zo. En dan is het ook klaar. Dus... Vind ik dit heel interessant? Nee. Vind ik het heel erg dat het erin zit? Ook nee. Weet je, ook dit, als je net met make-up begint, is best handig. En dit is best leuk. Ja, nee, ik vind het niet zo erg. Pakje 9. Dit is een Nail Repair Balm. Met Caring Sunflower. Maar moet je dat dan alleen op je nagels smeren? Ja, het is gewoon zo'n cuticle gebeuren. Vind ik niet erg eigenlijk. Nee. Nee, in plaats van dat het een olie is, is het een balm. Wat ik ook niet erg vind. Want zo'n olie, dat heb ik dan altijd heel braaf gedaan. En dan word ik na 10 minuten helemaal gek. En dan ga ik mijn handen wassen. Dat ik me altijd afvraag, doet het dan nog wat? Dus nee, dat het een balm is, vind ik niet zo erg. Dan hoop ik dat het iets beter intrekt. We gaan naar vakje 10. Ja, dit is zo'n lip scrub ding. Ga ik never nooit niet gebruiken. Echt niet. Je kan hem ook gebruiken om je kwasten schoon te maken trouwens. Daar is hij dan wel weer handig voor. Daar zou ik hem eerder voor gebruiken. Ja. Vakje 11. En dit is een lipstick crayon. In de kleur... Staat er niet op. Gewoon in de kerstverpakking kleur. Ik vind het wel een mooie kleur trouwens. Het is dus een keer wat anders dan die standaard paars, rood, dat soort kerstkleuren. Dat is gewoon een mooie bruine nude. En dan wel een beetje een paarsige ondertoon, maar dat vind ik niet erg. Ja, ik vind hem wel nice. Leuk. En ik heb zo'n lip crayon van Essence. En die zijn serieus heel fijn, dus ik vind dit leuk. Dan vakje 12. En dit is dan een lip liner. En ik denk dat dit een setje moet zijn. Maar dan denk ik, jongens, dit is al een potlood, hè? Dan heb je geen lip liner nodig. Tenminste, ik gebruik dan geen lip liner. Gebruiken jullie een lip liner als je al zo'n lip crayon groot potlood hebt? Ja, het is een prachtige kleur. Dus ik denk ook niet dat ik het erg vind. Sterker nog, ik denk zelfs wel dat ik hem hou, want je kan het ook bij andere lipproducten gebruiken natuurlijk. Maar om het nou als setje, terwijl het al een lip crayon is, nee. Nee, had voor mij niet gehoeven op zich. Dan gaan we naar vakje 13. En daar hebben we een... Ja, is het rood of is het roze?
Hij is op beeld wel echt een andere kleur. Voor jullie lijkt hij meer een beetje koraal. Het is een beetje zo'n soort kleur. Het is een beetje roze-roodachtig. Maar ik vind het op zich wel een mooi kleurtje eigenlijk. Ja. Ik vind het alleen erg zomers. Ik vind het niet heel kerstig. Want het is niet rood genoeg voor kerst. Nou kan je natuurlijk met kerst ook prima roze dragen als je dat wil. Ga je gang. Doe wat je niet laten kan. Maar ja, ik vind het geen hele kerstige kleur of zo. Wat ik overigens denk ik ook niet heel erg vind. Ja, er staat wel mini red nail polish. Maar ik vind het toch echt niet erg rood. Nee, ik vind het meer roze. Maar goed, een rood, roze, noem het wat je wil. Hoe heet zo'n ding? Nagellak. Pakje 14. Daar hebben wij, denk ik, weer een kwastje. We krijgen een spoelie. Ja. Het is een spoelie. Ja, wat wil je dat ik er verder over zeg? Die zit er eigenlijk ieder jaar in. Prima. Vakje 15. We hebben een oogpotlood, maar dan in het bruin in plaats van in het zwart. En heel eerlijk, ik vind het wel een mooie bruine kleur. Ik vind het een hele mooie bruine kleur. En het lijkt alsof die een beetje chroomachtig is. Ja, ik word nog steeds niet enthousiast van een oogpotlood hoor. Die dag gaat nooit niet komen. Maar ik vind hem minder erg dan al die zwarte oogpotloden. Vakje 16. Oh, ik denk. De handcare treatment. Ik vind de handbalm, handcreme, handmasker, hoe ze het dan ook willen noemen. Ik vind ze geweldig van Essence. Die zitten ieder jaar in de adventskalender en ik gebruik ze ook ieder jaar. Met shea boter en vitamine E. Ja, ik ben hier eigenlijk gewoon heel blij mee. Deze gaat lekker weer bij mijn bed. En iedere avond voordat ik ga slapen even een handbalmpje op. Ja, ik vind hem gewoon heel fijn. Gaan we naar vakje 17. Dit is een liptint. Leuk. Ik vind hem er ook mooi uitzien. Ik vind de verpakking er ook mooi uitzien. Oh, het lijkt wel alsof het een totaal andere kleur is. Kijk. Ja, het is niet de kleur die je in het flesje ziet. Oh, wacht. Hij trekt wel een beetje bij. Nou, misschien toch. Hij leek wat bruiner toen ik hem net aanbracht. Hij ruikt lekker. Ja. Ja, inmiddels wel. Kijk, en dat droogt dan op. En dan hou je een beetje zo'n steen achter. Volgens mij is het ook gewoon een lipsteen, niet eens alleen een liptint. Ja, in de kleur soft pink. Ja, ik vind dit leuk. Ja, ik vind dit echt leuk. Ook hiermee, dit is helemaal hip, dit is helemaal een ding. Dus ja, ik vind dit leuk. Dan gaan we naar 18, die is groter. Oh, ik wilde gaan zeggen dat zal wel een masker zijn, maar... het is een make-up tasje. Ja, daar kan je wel goed alle spullen in doen die je nu krijgt. Maar vind ik dit leuk? Nee. Nee, gewoon niet. Nee, sorry. Het is een make-up tasje. Goed. Ach, en het is weer eens wat anders dan anders. Toch? En hebben jonge meiden die dit nu allemaal hebben uitgepakt, hebben ook nog een make-up pack om het in te doen. Nou, helemaal leuk. Vakje 19. Wat is dit? Concealer sponge duo. Dit zijn twee van die ongelooflijke mini blending sponsjes. Waarbij ik me niet kan voorstellen dat ook maar iemand het gebruikt. Want inderdaad, het enige wat je hiermee kan uitblenden is je concealer. Maar ja, moet ik dan voor de rest van mijn make-up een andere spons gaan pakken en dan alleen maar dit voor mijn concealer? Of ga ik hiermee dan ook mijn hele foundation doen waardoor ik een uur bezig ben? Dit soort kleine sponsjes, ik heb het nooit begrepen. Ik ga het nooit begrijpen. Ik ga het ook nooit leuk vinden. Mini concealer sponsjes.
Oh, ik zie nu pas weer dat er allemaal leuke tekstjes weer op staan. Sparkle, sparkle, little star. Sparkle, bows and mistletoes. Let's enjoy sweater weather. Ah, waarom kom ik daar nu pas achter? Nee, allemaal leuke tekstjes, jongens. Ik ga ze niet allemaal nu nog oplezen. Vakje 20. Een baked highlighter. Dit is de verpakking. En dit is de highlighter. Mooi, mooie kleur. Ik ga hem zwartje. Wel wat rozig, denk ik. Ja, prachtig. Ja, als Essence iets kan, dan is het goede highlighters maken. En goede mascara's trouwens. En goede blushes trouwens. Essence kan heus meer dan alleen goede highlighters maken. Maar nee, prachtig. Ja, echt heel mooi. En wil je hem niet als highlighter gebruiken, dan is het ook een hele mooie kleur voor het bewegend ooglid. Ja, nice. Leuk. Dan gaan we naar vakje 21. Auw. Oh, die vind ik ook mooi. Oh, dit is een topcoat. Maar dan met een roze shimmer iets erdoorheen. Dan vind ik deze misschien ineens niet meer zo stom. Als je dit dan zo combineert. Eerst deze en dan die. Dan vind ik dat misschien ineens niet zo stom meer. Nee. Nou ja, een topcoat. Leuk. Vakje 22. En dit is een Hydrating Face Primer. Fair enough. Een hydraterende gezichtsprimer is altijd fijn in de winter. Voor een even complexion. Het is niet per se een make-up product waarvan ik denk, leuk. Maar wel handig. Dus ja, nee, niet erg. Prima. Vakje 23. Dan hebben wij een Shine Lip Plumper. Ja, nee. Nee, dit is het gewoon niet voor mij. Überhaupt lip plumpers. Ik kan er helemaal niks mee. Het is gewoon echt niet mijn ding. En ik denk dat dit ook nog zo'n enorme juicy lipgloss is. Waar ik ook gewoon niks mee kan. Dus nee, niet voor mij. Voor de doelgroep waarop deze kalender gericht is, vind ik hem prima. Ja hoor. En dan gaan we naar de laatste. Vakje 24. Wat wil ik? Ik wil een oogschaduwpaletje. Denk ik dat dat erin zit? Nee. Zeker wel. En mooi ook. Oh ja, dit vind ik leuk. Een heel mooi neutraal oogschaduwpaletje. Ja, dit vind ik helemaal leuk. Ja, goede afsluiter. Ik had niet verwacht dat hij erin zou zitten. Ben ik heel eerlijk in. Maar serieus goede afsluiter. Wat vind ik dan van de rest van de kalender? Ik ben best wel tevreden. Ja hoor. Met de wetenschap dat deze kalender niet voor mijn doelgroep gericht is. Deze kalender is echt gericht op jonge meiden. En daarin vind ik hem gewoon heel goed. We hebben deze keer geen haarelastiekjes, we hebben geen armbandjes, we hebben geen haarspeldjes, al dat soort ongein. Nee, we hebben gewoon prima dingen. En ja, er zitten wel wat dingen in die ik niet per se heel interessant vind, maar ik vind het gewoon echt geen slechte kalender. Nee, ik vind het best wel... Hallo vlieg. Sorry, afgeleid. Ik vind het best gewoon wel een goede kalender. Ja. Ja, zeker voor de jonge dames onder ons vind ik dit echt wel een aanrader. Ook als je niet jong bent en je begint net met make-up, wat natuurlijk ook gewoon kan, is dit ook best gewoon al een prima kalender. Ja, je hebt een leuke basis om mee te beginnen. Je hebt een blush, je hebt een highlighter, je hebt een liptint. Je hebt geen mascara, bedenk ik nu. Dat is wel jammer dat er geen mascara in zat dit jaar. Die zit er altijd in. En nu niet. Nou ja, goed. Die moet je er dan nog even bij halen, maar vooruit... oogschaduw zit erbij, iets voor de lippen zit erbij. Er zitten zelfs een paar kwastjes bij. Dus ja, ik vind hem gewoon echt wel prima. Ja.
Dan ben ik heel benieuwd wat jullie van de kalender vonden. Laat me dat vooral beneden weten in de reacties. En dan wil ik jullie heel erg graag bedanken voor het kijken. Mocht je dit nou een leuke video hebben gevonden, doe dan even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal, daar zou je me heel blij mee maken. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende. Doei doei!